Hey. Ja, jongens, mijn setup is één grote teringzooi. Maar daar gaan we wat aan veranderen. Kijk maar nu even naar de timelapse. Ja hoor, eigenlijk een beetje netjes. De enige kabel die je echt ziet is deze. Maar er staat niks. Een darmbeetje, maar het is gewoon netjes. Ja, ik heb niet zo'n leuke mededeling. Ik moet in quarantaine. Mijn zusje heeft corona, ik heb nog geen verschijnselen. Daarom heb ik ook nu dit pak aan, want ik mag gewoon niet naar buiten. Ik mag helemaal niks doen. Het enige wat ik mag doen is hier op mijn net opgeruimde setup gamen. YouTube kijken, Netflix, een beetje filmpjes maken met deze. Ja, dat is alles. Maar dat geeft me wel weer een mogelijkheid voor een nieuw format. Dus ik zat te denken van een week in het leven. Nou, niet per se. Gewoon heel mijn quarantaineperiode gewoon te gaan vloggen. Iedere dag ga ik gewoon een vlog online gooien. Van hoe het is met mij in quarantaine. En wat ik allemaal doe. Ik zou origineel moeten zijn, want eigenlijk zit ik natuurlijk 10 dagen minimaal hetzelfde te doen. Want ik zit vooral te gamen en zo. Maar misschien gooi ik er af en toe nog wel een streepje doorheen. Of highlights of zo. Maar ja, dat zien jullie dan wel. Ik ga zo meteen even ontbijten. Dat zien jullie ook wel. Tantoe lekker eitje. Het is inmiddels al een uurtje verder. En ik ben lekker Rocket League aan het spelen met een vriend van me. Ja, gaat op zich wel lekker. Het is gewoon saai. Ik ben hier dan nu aan het editen voor een Engels project. Ik mag fietsen. Heb ik op de website gelezen van Rijksoverheid. Dus ja, dan ga ik maar even op mijn nieuwe elektrische fiets even een rondje fietsen. Zonder te stoppen, want dat mag weer niet. Een beetje raar. Ik ga zo meteen naar een hele grote brug. Het is inmiddels alweer donker, zoals jullie kunnen zien. Bijna dan. Jullie zullen het zeker niet zo goed zien, maar ik ben hier bollen aan het uitlaten. Ja, zo'n hele leuke lichtgevende band om. Ja. Mensen die in Apeldoorn wonen bij mij of deze vlog kijken. Dit is gewoon ons nieuwe zwembad. Dat is best wel sick. Gewoon een tantengroot gebouw. Ook nog een gymzaal. Gewoon een sick gebouw. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit was mijn eerste dag in quarantaine. Ik moet nog best wel flink wat dagen. Maar ik heb dus vandaag sowieso al mijn setup opgeruimd. Dus daar ben ik best wel blij mee. Maar dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik check jullie later. En trouwens, als je nog leuke ideeën hebt die ik thuis kan doen in deze periode, laat het even in de reacties achter en dan ga ik ze doen. Later!